Dames en heren, goedemiddag. We gaan vrijwel starten. Onze enige vraag is of u nog een keer, als u mee wil stemmen, we gaan weer van alles doen natuurlijk en segmenteren, of u dan nog een keer opnieuw wil, hoe moet ik het goed zeggen, inloggen? Gewoon opnieuw wil inloggen, want dat is na vanochtend verloren gegaan, of anders krijgen we interactie met andere zaaltjes. Dus als u mee wil doen, nog één keer even opnieuw inloggen naar Busmaster gaan. Dan gaan we weer starten met een paar vragen. Kennispanel, het hooglerarenpanel is al aangeschoven. Gaan we zo uiteraard even vragen om zelf voor te stellen. Zullen we maar naar de vragen gaan dan? Met onze eigen busmaster. Ja? Volgens mij, ja, ik ben verstaanbaar. We hebben 38 mensen ingelogd. Er zijn er veel meer, volgens mij. Toch? Dus daar moeten we nog even mee aan de slag. Ja. Maar we hebben een eerste vraag. Maar dat is wel gelijk de segmentatievraag, Tom. Dus dat moeten de mensen allemaal invullen. Wachten we nog even tot u iets meer zijn ingelogd. U ziet uw eigen naam, hè? Dat is gezellig. Kunt u ook bewegen? Kunt u uw eigen naam bewegen? Ja. Kunt van alles doen. Heeft iemand problemen met inloggen? Kan ik misschien even helpen ergens? Durft er iemand te zeggen op een e-health congres dat hij problemen heeft met inloggen? Ja. Dus verbinden met... Normaal zaaltje met zorgverleners hebben ze het allemaal namelijk. Maar vandaag zijn we op een congres, dus dan valt het mee, gelukkig. Ja. Dus verbinden met wifi Busmaster en daarna naar internet en dan busmaster.nl. Naam invullen, start en dan zijn we er. Nou, zullen we? 44 mensen gaan hebben we hebben even een paar vragen, dan weet ook ons panel wie er allemaal in de zaal zitten. De eerste vraag is, daar komt hij, hè? Wat bent u? Dus zorgverlener? U bent wat anders dan vanochtend. Ja. Ja, het is een andere segment dan vanochtend. We hopen dat het vakje anders weer wat kleiner is, maar dat lukt toch weer niet echt, Tom? Niemand is patiënt, gelukkig. Dat weten we dan of ook. Of allemaal, hè? Oh, jawel. 100% patiënt. Ja, we hebben 3%. U heeft ingevuld. Ja. Nee, er stond 0, er staat 0%. Toch weer heel veel anders. Had ik 2%, 4%. Hadden we misschien consultant erbij moeten zetten nog? Ja. Ja? Ja, hoor ik hier. Wie is er allemaal consultant of geeft advies? Vingers? Oh, ja. Dus dat is dan veel anders. Ja. Oké, dan weten we dat. We hebben nog een tweede vraag, hè? Nee. Nee? Dat was hem. Nee, zijn we er al? Nee, we gaan zo gewoon beginnen met stellen. Nou, dan gaan wij starten. Ik zal u even uitleggen wat we gaan doen. We gaan hier hebben 4 hoogleraren. Hoe vaak vind je dat nog bij elkaar in één ruimte gekregen? En die gaan uiteraard met elkaar debat. Maar we gaan vooral natuurlijk met elkaar in debat. Met z'n allen in debat. Maar we zullen steeds de voorzet een beetje vanaf het podium doen. We hebben wat stellingjes ontwikkeld. In samenspraak, ik wil niet zeggen dat ze het daar allemaal over eens zijn. In samenspraak met het panel. En we gaan er vooral met u over in gesprek. Voordat we dat gaan doen, lijkt het me fantastisch als u zelf heel even kort iets over uzelf vertelt. Vanuit welke achtergrond u hier zit. En ik ga bij de hoogleraar uit Twente beginnen. Ik geef u het woord. Oké, dankjewel. Fijn dat jullie allemaal hier zijn. Ik ben Lisette van Gemert. Ik werk bij de Universiteit Twente. En mijn profiel, hoogleraarstoel zou je kunnen zeggen, is gericht op e-health. Maar dan vooral gericht op persuasieve technologie. Dus hoe je technologie wat gemakkelijker, verleidelijker, vriendelijker en toegankelijker kan maken. Gaat dat lekker, vindt u, tot nu toe? Ja, niet met uzelf, maar in de Nederlandse samenleving? Dat, wat gaat lekker? Is die toegankelijkheid? Of is daar nee, nog wel... nee dat, maar dat, daar is nog heel veel aan te doen. Daarom zit ik ook nog op de leerstoel. Helemaal goed. Dus we zijn net pas begonnen. Leonard. Leonard Witkamp, van oorsprong dermatoloog. Oprichter van Xios, het grootste ziekenhuis in Nederland met 12.000 aangesloten zorgverleners. Ziet jaarlijks 250.000 nieuwe patiënten. En vanuit die hoedanigheid ben ik door de KNMG aangesteld als bijzonder hoogleraar telemedicine aan de afdeling klinische informatiekunde aan het AMC. Marlies. Ja, ik ben Marlies Schijven. Ik ben chirurg in het AMC en ik ben hoogleraar voor de UvA in simulatie, serious gaming en applied mobile healthcare. En ik mag het NFU-programma e-health leiden. Je ziet allemaal mensen die zeer beslagen ten ijs komen op dit vak. Ten slotte, kom ik bij u. Geen ja, zin. Ik ben Helene Rieper. Ik ben hoogleraar e-mental health aan de Vrije Universiteit en aan een universiteit in Denemarken. En mijn passie ligt eigenlijk in het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg via het slim toepassen van allerlei digitale technologieën. Even in zijn algemeenheid, bij GGZ denken we altijd, nou, daar zijn ze al een ent onderweg. Vindt u dat ook? Loopt u voor op de anderen of gaat het u nog niet hard genoeg? Waar zijn we? We gaan nog niet hard genoeg, maar de Nederlandse GGZ en het onderzoek
loopt wereldwijd voorop, naast landen zoals Zweden en Australië. Maar we zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet. Wij hebben een paar stellingen ontwikkeld. We beginnen met een gezellige stelling. Gaan we meteen, heel Holland appt en niemand wordt er wijzer van. Dat is een stelling. Kunt u het mee eens zijn? Kijk eens, mooi, mooi, mooi. Ja. Dus we appen ons een ongeluk. Dan worden we er nou eigenlijk echt wijzer van. Het gaat meteen heel hard regenen, hoor ik hierboven ook. Dus dat is, Maar je bedoelt wel appen over zorg, hè? Ja, over zorg. Hè. Het is niet heel Holland Bak. Dat is appen over alle apps. Al dat gedoe in de zorg. Hè. We zitten hier met de zorg vandaag heel goed. Dus ondanks dat we heel veel doen. Okay. Nou, 40-60, hè, zullen we het een beetje zo ongeveer zeggen. Wil je hem al met argumenten of niet later? Laten we het meteen maar doen. Ja, dus eigenlijk dezelfde vraag. Dus heel Holland hebt en iemand wordt wijzer. En waarom bent u het er mee eens of oneens? Ja. Dus u typt uw argument en daarna klikt u op het vakje eens of oneens. En dan komt hij in de juiste kolom terecht. Dus 40% van u was het ongeveer eens. En 60% was het oneens. Ja. Geef even uw belangrijkste argument van waaruit uw mening werd ingegeven. Is de patiënt echt geholpen? Show me de data in ontwikkeling. Hier ziet u een beetje wat belangrijke argumenten van mensen zijn, hè? Nou, dank hiervoor. Daar gaan we straks verderop in de discussie ook zeker op terugkomen. Die zit er vergeven. Mag ik bij u beginnen? Want de stelling is een beetje aan uw gedachtenbrein ontworpen. Wat 40-60, valt het mee tegen eigenlijk? Nee, ik had dit zo verwacht gezien het publiek dat in de zaal zit. Ik denk dat als je hem op de markt in Enschede zou voorleggen, dat je een andere kleuring zou krijgen. Maar ik vond één ding wel heel interessant hier net. Iemand zei, ik weet het eigenlijk niet, hè. Ik weet niet wie dat is geweest. Banaan. Maar die zei, banaan. Dat vond ik een hele leuke. Want ik denk dat het daarin wel een hele uitdaging is. Wat ik zelf vind, ik weet niet wat die meneer of mevrouw banaan vindt. Maar wat ik zelf vind is dat je kunt heel veel appen. Er zijn heel veel mensen die meten van alles van zichzelf, maar begrijpen vaak helemaal niet de data die gemeten wordt. En bovendien kunnen ze vaak zelf ook geen besluiten daarop nemen. Dus met andere woorden, de digitale omgeving is er wel, de instrumenten zijn er, maar de wijsheid om daarmee om te gaan en daar iets uit af te lezen, die is er nog niet. Net zag ik bijvoorbeeld staan iemand, je kunt snellere diagnoses hebben, oké, dat kan allemaal. Maar ik zag ook net staan, al die apps die zijn niet met elkaar verbonden, die zijn onsamenhangend. Dus dat is wat ik bedoel van, je kunt appen, de digitale omgeving is er, de spullen zijn er, maar de wijsheid om daar fatsoenlijk mee om te gaan, die is nog lang niet aanwezig, zowel bij de professional niet als bij de burger. In mijn visie. Helder. Marlies Schrijver, werkzaam in de dagelijkse praktijk. Heel Holland app, niemand wordt er wijs van. We horen de uitleg. Deel jij deze uitleg? Ja, volledig. Ja? Ik denk dat heel veel mensen, als je er zelf baat bij hebt en schaadt je niet, moet vooral doen, denk ik. Maar verwacht niet dat je, als je data gaat verzamelen met apps zonder echt een goede vraag, dat je er heel veel wijzer van wordt en de dokter ook niet. En zeg je daarmee, we zijn heel veel data aan het verzamelen zonder dat we daar met elkaar goed over hebben nagedacht? Of wat zijn we eigenlijk aan het doen dan? Ja, dat is wel zo. Ik denk dat veel mensen denken, in data zit veel potentie, alleen dat is niet goed gedefinieerd. En ik zeg altijd maar, als je 100 ballen in de lucht gooit en dan vallen er 5 in een hoekje, per toeval, ja, dan zal dat vast belangrijk ogen. Maar is het dat dan ook? En ik denk dat je gewoon wel heel goed moet nadenken waarom je iets verzamelt. Als ik onder een CT-scan ga liggen, zie je misschien ook wel iets. Maar ik heb nergens last van. Maar dan even naar de praktijk van alle dag. Zie je veel appende Hollanders of andere soorten bij jou binnenkomen die met allerlei getallen komen en zeggen, dokter, maak er wat van? Nou, mensen willen graag controle over hun situatie en dat snap ik heel goed. En voorheen was het zo dat mensen op allerlei notitieblokjes en lijstjes van alles over zichzelf gingen bijhouden, wat er in de wc lag en hoe vaak ze. En dat geeft een vorm van controle of inzichtelijkheid voor iemand. Maar het wil niet zeggen dat je daar per se wat mee kan. En een digitaal lijstje, ja, dat is wat je nu veel ziet. Ik ga naar jouw buurvrouw, daarna kom ik bij de buurman. Ja.
Elin Riepen, want u zei in Nederland lopen we in de GGZ-hoek voor, aan de bovenkant. Betekent dat ook dat u anders naar deze stelling kijkt? Of herkent u hem ook wel een beetje? Ja, ik ben het helemaal niet eens met mijn twee collega's. Want de wereld is in transitie en we kunnen de zorg niet in één keer veranderen. En heel Holland appt en niemand wordt te wijzen. Maar ik zou zeggen, ik app dus ik besta. En ik denk, het is heel goed, als eerste moet je eigenlijk fijn vinden dat mensen nadenken over hun gezondheid en daar bepaalde digitale middelen voor gebruiken. En misschien hebben ze de wijsheid nog niet, of de professionals hebben de wijsheid ook niet. Maar in ieder geval veel meer dan voorheen hebben we toegang tot kennis, bijvoorbeeld over een depressie of over een huidaandoening. En dat is het begin. Dus je moet mensen wel misschien leren daar beter mee om te gaan. Maar ik zou mensen ten eerste prijzen als ze aan het appen zijn voor hun gezondheid. En ik vind het paternalistisch. Oké. Ja, daar zou ik ook even op reageren, Marlies. Als dat gezegd werd, zou ik onmiddellijk op reageren. Ja, zeker. Ja. Nee, ik snap wel een beetje wat je zegt. Maar ik denk, begin dan met iets te bouwen wat goed is. En betrek dan een patiënt en een zorgverlener en wie er in zo'n ecosysteempje zit. Om iets te bouwen waarin je in ieder geval de relevante gegevens verzamelt. En dan heb je denk ik een vertrekpunt waarop je met elkaar nagedacht hebt. Wat is nou zinnig om te verzamelen? Maar helaas zijn er heel veel apps in de markt. Er zijn ook grote studies van British Medical Journal en dergelijke. Heel veel apps en websites. Dat is gewoon bagger. En dat staat er niet bij. En mensen die vertrouwen daarop. Maar kijk, huistuin- en keukengesprekken over zorg kunnen ook bagger zijn. Zeker. Wij communiceren op een andere manier en halen onze informatie. Dus ik ben het helemaal met je eens. Er moeten veel meer evidence-based apps komen. Maar je kunt niet de hele wereld controleren op de manier zoals misschien een health professional dat zou willen. Wij komen daar ook zo nog wel op hoe je dat dan misschien beter zou kunnen verbinden, beter kunnen opzetten. Ik kom eerst even bij u. Dit allemaal horende, wat zou u gestemd hebben eigenlijk? Ik ben het ermee eens. Ja, kijk, en dat komt doordat gewoon de apps nog niet van voldoende kwaliteit zijn. Men denkt dat we verzinnen wel een app in de zorg en dan gaat die lopen. En je kijkt veel minder naar een app is succesvol of hij is verslavend. De social media apps en de spelletjes, die zijn verslavend. Of je hebt er wat praktisch aan, 9292OV, dat soort dingen. En dat besef, we proberen er steeds maar wat te bereiken met zo'n app, maar we denken veel te weinig aan wat heeft iemand eraan. En dus we zullen veel meer naar vanuit de gebruiker moeten gaan denken, vanuit een UX-design, wat willen we bereiken vanuit de vrager. Ik kom bij u, want u zei, ik zit bij de leerschool in Twente, leerstoel, en een van de dingen is toegankelijkheid, verder brengen. Nou is er één iemand die zegt, het is al gewoon hartstikke mooi, we moeten koesteren dat het gebeurt. En van daaruit verder kijken. En twee die zeggen, nou ja, even kort door de bocht, daar ben ik van, het is wel aardig al dat gedeuzel, maar dat helpt ons allemaal niks verder. Waar zit u? Nou, in beide opvattingen is wat... Dat geloof ik niet. Niet in beide opvattingen. Welke van de twee? Nee, wat ik vind is dat je, wat ik hier ook net lees, van je moet beginnen en dan wordt het steeds beter. Maar het wordt pas beter als we ook laten merken wat er beter moet zijn. Dus met andere woorden, die stem van de gebruiker, de eindgebruiker, is bepalend voor het resultaat. Dus dat betekent dat die apps zeg maar, ook steeds meer ontworpen worden met gebruiker en voor gebruikers. Maar ook dat die ervaringen, dat daarvan geleerd moet worden. Zowel door de ontwerpers als door de gezondheidszorg. En dat zit er nog niet heel erg in. Het komt wel op gang, die dialoog. Ben je ook heel blij dat iedereen apps. Maar wat we dan eruit leren uiteindelijk en hoe we dat dan kunnen vertalen in strategieën die tot betere designs leiden, waardoor mensen meer verleid worden. En ook meer dat de technologie de mens volgt in plaats van andersom. Marlies, jij zegt, ja, we appen van alles, iedereen doet maar een appje. Heb jij een beeld hoe we dat dan wel zouden kunnen verbeteren? Of moet er een appcommissie komen vanuit Den Haag of zo, met een keurmerk app of zo? Wat moeten we doen? Ja, er zijn allerlei initiatieven die keurmerken uitdelen. Er zijn allerlei appstoortjes en soms kan het wel helpen dat mensen een beetje sturing hebben van, nou, daar kan ik iets vandaan vissen. Maar mensen zijn gewoon eigenwijs. Ben ik ook, is iedereen hier, denk ik. En je gaat meestal gewoon naar Google om iets
uit een appstore te halen. Dus ik weet niet of je heel veel kunt verwachten van keurmerken en richtlijnen. Maar hoe kunnen we het wel doen? Want je hebt vast wel een gedachte hoe we daar dan een kwaliteitsimpuls aan zouden kunnen geven. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je vertrekt vanuit de vraag van wat ga je nou proberen op te lossen? Ook om een heleboel teleurstelling en geld en te vermijden. Hè? Als je iedereen zegt, ik heb een app. Of ik ga hacken. Of ik ga, maar ja, je moet je wel afvragen waarom. En waarom is het er dan nog niet? En misschien is het al wel, maar wordt het niet goed gebruikt? Of overschatten wij de vaardigheden van mensen? Of begin nou even met de vinger op de zeerdere plek te leggen. En ga dan iets goeds bouwen met elkaar. Ik ga nog één keer naar jouw buurvrouw. Helene, merkt u, want u zei, ja, wij zijn al een tijdje onderweg. U bent er ook positiever over. Ziet u ook dat de kwalitatief, zeg maar, betere app-achtige dingen ook meer gaan overleven dan de onzin dingen? Ja, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen apps die je gebruikt vanuit de professionele zorgaanbod en gewoon apps die er zijn, zoals je ook zelf wil boeken, gewoon in de boekhandel kan kopen. Maar ik denk dat we dus veel meer onderzoek moeten doen naar de effectiviteit van die apps, zowel vanuit klinisch oogpunt als vanuit economisch oogpunt. En die integreren in een bepaald behandel- of preventieaanbod. Maar ik zou niet zozeer zeg maar het probleem bij die gebruiker liggen of dat hij eigenwijs is. Ik ben blij dat hij eigenwijs is. Ik denk dat wij veel meer na moeten denken over, en daar hint Lisette naartoe, hoe we die app zo moeten ontwikkelen dat ze passen in het Kijk, de zorg verandert en wij brengen de zorg veel meer naar het leven van alle dag. Terwijl de digitale interventies die we hebben eigenlijk nog veel te strak vanuit de spreekkamer komen. Dus ik denk, we hebben het al een paar keer gehad, we moeten op een andere manier daarover na gaan denken. Hoe kan je die apps nou op zo'n manier inbouwen in het dagelijks leven van mensen, dat ze gebruikt worden op een goede manier. En dat het ook aan de patiënt zelf ligt, wat breng je mee de spreekkamer in en wat breng je niet de spreekkamer in. Maar we moeten koesteren die eigenwijze patiënt. Dat zeg ik ook, maar ja. Iedereen is oké. U koestert inmiddels samen de eigenwijze patiënt. Lena Witkamp, tenslotte, en dan ga ik eens even de zaal in. Als we dit allemaal optellen, de eigenwijze patiënt, maar het is vooral ook in het aanbod van apps waarin we de kwaliteit moeten verbeteren. Maar dan blijven die andere apps, want er zien ook een heleboel mensen gewoon handel in die apps. Hè? Die denken gewoon handel. Ze verdwijnen, en wat hier, iemand zegt het hier ook, ze verdwijnen net zo hard als ze komen. Dus die handel is ook, wat dat betreft, verdwijnt ook net zo hard als die komt. Met als gevolg dat we ook heel veel e-health toepassingen hebben. Want we hebben het over apps in de gezondheidszorg. Dat die even snel verdwijnen, daar ook geen businessmodel op is te maken op die manier. Omdat ze ook kwalitatief eigenlijk niks toe bijdragen en ook niet innoveren. Ja. Nou, ik denk dat we rekening moeten houden. Kijk, de enige die echt rijk wordt van apps, dat is Apple. Hè, er zijn maar een paar hele succesvolle apps. En dat geldt in het dagelijks leven ook. Als we naar onszelf kijken, we hebben denk ik een top 20 app die we gebruiken en de rest gebruiken we gewoon niet. Als we al tot die top 20. Dus om tot een app te komen in de gezondheidszorg, dat is nogal wat. We maken dat veel te simpel. En wat ik bijvoorbeeld ook apps bij COPD, dat mensen een beetje hun leefpatroon moeten gaan bijhouden. Come on, die mensen roken. Dus zijn we. Je moet wel heel duidelijk bezighouden met wat is een app? Een app gaat niet om die app, die gaat om het hele principe van hoe gaan we mensen benaderen en hoe gaan we ze informeren en hoe gaan we veel meer uit van een beeld van positieve gezondheid, hoe gaan we die mensen ondersteunen in hun leven, dat ze gewoon wat reëler in de maatschappij staan en in hun eigen leven staan. En als daar een app bij kan helpen, dus wat mij betreft komt die app pas aan het allereind van het denkproces. Het is geen start- of vertrekpunt, maar een ondersteuning. Ja. Het is een middel en geen doel aan zich. Ik ga eens even naar u toe, want wij zitten van alles. Ik kom bij u. Wat mij opvalt aan de discussie is dat we vanuit de zorg gaan bepalen wat er voor de patiënt belangrijk is. En ik denk dat namelijk de patiënt gewoon geholpen is met apps. En wat het dan ook is en wat we daar als zorgverleners van vinden, is helemaal niet belangrijk. Gezondheid is van de patiënt en niet van de zorgverlener. Dus met elkaar apps gaan ontwikkelen die dan de patiënt gaat helpen. Nou, get real.
Die apps die komen er gewoon. En de patiënt kiest vandaag voor deze app en morgen voor die app. En als die dat de patiënt helpt, dat uiteindelijk zijn eigen gezondheid. Want het gaat namelijk over zijn gezondheid. En niet over de gezondheid van jullie patiënten, maar over de patiënt zelf. Dan denk ik dat apps gewoon heel belangrijk zijn. Ja, het is gezellig dat we er wat over hebben, maar het doet er eigenlijk niet toe, want die mensen zelf die gaan het wel doen. Ik proef een soort strijd hier. Tenminste, zo brengt u het een beetje, als ik dat goed interpreteer. Ik zeg altijd, als iemand zichzelf, als consument of als patiënt, vindt dat hij krachtig wordt met whatever, vooral doen. He, ga lekker. Ik bedoel, ik loop meer met een Pokémon-appje dan met een of andere Fitbit. He. Dat werkt voor mij, prima. Maar als je verwacht dat het een plaats heeft in de behandeling. Kijk, dokters willen op de beste manier voor onze patiënten zorgen. En alles wat daarin ondersteunt is prima. Maar als je beslissingen moet gaan nemen op basis van dingen waarvan je niet weet of ze het goed meten of goed gebouwd zijn. Ik wil geen verkeerde beslissing nemen voor iemand anders. Ja, dan moet ik erop kunnen vertrouwen dat wat iemand invoert in zo'n appje daadwerkelijk klopt. Om u niet tekort te doen. Als u voor uzelf wilt zorgen als zorgconsument en iets is wat u helpt. Prima. Maar als het een behandelrelatie is, dan is het een ander verhaal. Ja, ja? Misschien kan ik daar iets aan toevoegen. Ik vind het woord de patiënt altijd zo raar. Want de patiënt, dat is een leidend voorwerp. Die doet niets. Je kunt het hooguit hebben over zelfzorger. En wij zijn allemaal zelfzorgers. Dus ik snap al dat er net stond 0% patiënt. Maar als we het hadden genoemd de zelfzorger, dan had daar 100%, dat zijn wij allemaal. We hebben het gewoon over onszelf. En ik doe ook geen fluit met medische apps. Gewoon omdat ik ze stom vervelend vind. Dus maar als er echt eens een keertje een leuke komt, dan ga ik wel meedoen. En ga je mee zelf ontwikkelen? Vinden jullie het je taak om mee te ontwikkelen of denk je dat moeten anderen doen? Nou, dat wou ik net wat op zeggen, want je zei van de app komt pas aan het eind. Je start met het denkproces, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind juist prima als patiënten of burgers zelf gaan apps gaan ontwikkelen, ook in samenspraak met zorgverleners of met anderen die in de hulpverleningsproces te sprake komen. Maar ik denk juist dat het van belang is dat al in een vroeg stadium patiënten of gebruikers van dergelijke technologie zelf betrokken zijn, ook zelf met apps gaan komen. En dat het dus niet zo is dat het alleen maar een hulpmiddel is, maar het is iets wat ook integreert en bij jezelf is. Hoe meer technologie op je huid zit, hoe beter die technologie ook weet wat je doet en wie je bent. En daar kun je dus automatisch adviezen krijgen. Je hoeft er helemaal niet meer over na te denken. Oké. Ja. Helene. Ja, ik wil even een concreet voorbeeld geven, maar ik wil toch een pleidooi voor die apps houden. Ze moeten wel evidence-based zijn. Maar als je kijkt naar de geestelijke gezondheidszorg, wat wij op dit moment met apps aan doen zijn op de smartphone. En waar het toe ons in staat stelt, maar waar het ook patiënten of mensen met psychische problemen mee kan helpen. Is door middel van het monitoren van je stemming bijvoorbeeld, hè, je depressie of je slaapproblemen. Op een manier die voorheen niet mogelijk was. Dat deed je misschien met pen en papier. Maar wij zijn nu in staat omdat mensen hun dagelijkse stemming monitoren. Zowel in de behandelpraktijk als in hun eigen thuissituatie. Hun informatie terug te geven over hoe hun stemming fluctueert. Dus voorheen als een psycholoog in de spreekkamer mensen ondervroeg hoe voelt u zich, bijvoorbeeld over de afgelopen 2 weken, dan kwam er altijd een verhaal van black and blue of heel goed of minder goed. En nu met die app en zelf om die app mee de spreekkamer in te nemen, kan je nagaan, oké, het is niet zo dat u de volledige 2 weken een hele zware stemming had. Kijk, maar er waren bijvoorbeeld ook lichtpuntjes, waar lag dat aan? En daarmee stel je toch een patiënt in staat niet alleen de behandelrelatie te verbeteren, maar ik denk ook dat patiënten of mensen die apps gebruiken zelf hun eigen behandelaar kunnen worden. Veel meer dan voorheen. En we zijn er nog niet en we staan aan het begin, maar ik denk dat dat toch de weg voorwaarts is. Ik kijk nog rond, want we gaan nog uitgebreid hierover verder natuurlijk in de volgende stellingen. Wie u heeft nog iets toe te voegen, zegt ja, dit is onbesproken of ik heb een prachtige opmerking erover gemaakt. Dit is een vraag. Ja, ik kom bij u nog. Is er nog toekomst voor een patiënt zonder app? Is er nog toekomst voor een patiënt zonder app? Wie wil die beantwoorden? Ja, die wil ik wel beantwoorden. Ja.
Nee, kijk, en dat is natuurlijk het geheim van... want ik moest even bij jou ook aan denken. Kijk, een app, dat denkt iedereen aan je telefoon. Maar het gaat natuurlijk om een applicatie die je gebruikt op welk device dan ook. En het toverwoord in transitie is blended. En blended betekent, als jij fysiek wil, dan heb je fysiek contact. Als jij het digitaal wil, ga je, of een mengvorm kan ook. Dus dat is eigenlijk het antwoord op uw vraag. Wat ik zo aardig vond, wij bieden heel veel programma's aan, ook aan patiënten, waar kunnen ze kiezen voor digitaal. En dan krijgen wij van de POH, de praktijkondersteuner, huisarts, GGZ, krijgen we een telefoontje. Die patiënten droppen out. Dan denk je, nou bel ze op. Want het is jammer dat ze dus niet meedoen met dat ze eruit stappen uit dat digitale programma. Bellen ze terug, ze zijn al klaar. He? Dus precies het omgekeerde. Dus bij het fysieke bezoek moet je iedere 2 weken langskomen, 12 weken. Bij het digitale kan je iedere dag je eigen programmaatje doen en ben je in 3 weken klaar. En dus dat is de andere kant van apps. Als je het goed toepast, zal het huidige gouden standaard van fysiek behandelen, wordt digitaal behandelen, kan heel goed de gouden standaard gaan worden. Maar u zegt vooral dat woord blended, maatwerk, hoe je het wil noemen. Je kan met elkaar kiezen hoe je dat in hoeveel manieren vorm wil geven. Zeker. En dat is ook een van de mooie promises van technologie. Ja, we eindigen eigenlijk vrij positief over die apps tenslotte toch. Hè? Ondanks de stemmen. We gaan door naar een tweede stelling. Innovatie genoeg, opschaling hoopbaar. Dus we hebben wel heel veel, maar het wil niet lukken om het echt een grote stap verder te krijgen. Oeh, kijk eens. Ja. Ja, er moeten nog wel wat mensen stemmen. Wil je ook erachteraan nog de argumenten gelijk? Of zullen we eerst heel even kijken wat de verschillende groepen hiervan vonden? Dus, ja, dat is ook leuk om even te kijken. Dus die opschaling, dat lukt maar niet. Ja, even nog wat mensen stemmen. Een bedompt zaaltje zitten we hier. We zitten met de voorhoede van de mobile mensen. De opschaling lukt niet. Ja, blijft in de Calimero-stand hangen allemaal, die apps. We gaan even kijken. De ICT'ers, zullen we maar eens even kijken wat die ervan vinden? Ja. Oké. De ICT's die vinden iets meer, want kijk, we hadden alles, zeg maar iedereen is 80-20, onthouden we even. Dus de ICT'ers die zijn ook 80-20. Nou, het zijn ineens normale mensen geworden. De bestuurders zijn er nog meer mee eens. Ja. En de zorgverleners nog meer. Kijk eens aan. En de patiënten hadden we bijna niet, hè? Paar procent. Ja, precies. Ja. Mooi. Kijk. Ten eerste, het is een grote meerderheid hier zit een beetje bedompt in het zaaltje van er is genoeg, maar het lukt niet om het op te schalen. Marlies, mag ik bij jou eens beginnen? Deel jij dit en is dit een probleem eigenlijk, dat het niet opschaalt? Dat is best een moeilijke vraag. Ik denk dat het ook een soort van natuurlijk selectiemechanisme is. Juist omdat er zoveel is waarvan je denkt, valt er ook heel veel af. En dat is misschien ook wel heel zinnig. En ik zeg altijd, je hebt een aantal no-brainers. Hè, videoconsultatie, dat is natuurlijk iets waarvan je zegt, kan niet snel genoeg geïmplementeerd worden. Een aantal dingen zullen pas met de tijd en met meer fiducie in een dergelijke oplossing vooruit gaan. En ik vind het eigenlijk best wel prima dat er een heleboel meuk, zeg maar, afvalt. Lisette van Gemert, is dit een natuurlijk proces waar we naar kijken of missen we hier iets als Nederlandse samenleving dat we een bepaalde dingen niet opschalen? Nou, ik vind, wat Marlies net ook zei, het is heel goed dat een aantal dingen niet opschalen. Dus we zijn ook wel bezig in Nederland met de-implementatie. Dus gaan kijken wat niet werkt. Maar als je hier naar die stelling kijkt, innovatie genoeg, opschaling, homer, dan hebben we toch wel heel veel te maken met... En ik denk aan dat het publiek dat ook wel zal ervaren met wet en regelgeving die totaal niet bevorderlijk is voor innovatie in de gezondheidszorg. En dat maakt het ook dat de financiering is lastig, de regelgeving wordt steeds grimmiger en ook consumententechnologie komt naar voren. Die wordt ook eigenlijk min of meer tegengehouden in de gezondheidszorg. Dus ik heb het idee dat hier toch vooral een cultuur achter zit die helemaal niet rijp is voor innovatie in de gezondheidszorg. Leonard Witkamp, ik kom ook bij u, want ik weet bijna zeker dat u zegt, die opschaling die lukt niet.
En daar zitten ook beperkingen in, wet en regelgeving hoor ik, nog andere beperkingen? Nou ja, ik moet wel lachen. Kijk, ik denk echt dat degenen die het oneens hier zijn, die zijn het oneens met het eerste, innovatie genoeg. Die willen dat er gewoon meer innovatie is. Maar iedereen Jij is kan het je eens... niet voorstellen dat er mensen zijn die vinden dat er innovatie genoeg is en ook voldoende opschaalt. Ja, dat kan, dat kan niet je niet voorstellen. Dan brengen we je zo mee in contact. Nee, maar ga verder. Maar dan kom ik even terug. Kijk, en dan ga ik lekker even zout in de wonden gooien. Ik kijk naar de conclusies en de aanbevelingen van de e-health monitoring. En daar mis ik gewoon de allerbelangrijkste aanbeveling. Betaal het. Het wordt gewoon niet betaald. Ja, hoe kun je nou... Er staan een hele rijtje aanbevelingen, maar er staat niet betaal het. Hoe kun je nou iets gaan opschalen als je het niet betaalt? Ja. Dus dat is gewoon de basis waarvan het waardoor nou, niet Nou kom ik uit een wordt. Ondernemersgezin en wij leren thuis altijd, als iets mislukte, dan zei mijn vader, Tom, voor een goed idee is altijd geld. Was stelling 1 bij de familie van het Hek thuis. Als je een goed idee hebt, is er altijd geld te vinden in de samenleving. Nou. En jij zegt eigenlijk, we hebben veel briljante ideeën, maar niemand snapt ze nog. Nee, in een normale markt werkt dat. Maar aangezien de zorg geen normale markt is, met heel veel bescherming van bestaande systemen, worden die bestaande systemen gewoon in stand gehouden. En dat houdt echt de innovatie en de opschaling van innovatie tegen. Geld gaat naar oude, inefficiënte zorg en vervolgens wordt er gezegd, oh, er is geen geld meer voor innovatieve, betere zorg. Ik ben het daar niet... Ik kom eerst bij u. Ja. Ja? Ja. Dan kom ik. Ik ben het voor een deel eens. Ik kan alleen vanuit refereren vanuit de GGZ. Want daar zien we iets heel anders. Daar wordt het betaald, het wordt vergoed. Het is zowel in de specialistische als in de eerste lijn is het aanwezig. De technische infrastructuur is er. Dus er is opgeschaald, maar het wordt niet gebruikt. Of het gebruik loopt achter. En ik denk dat dat toch komt. Het kan enerzijds zijn omdat wat we ontwikkeld hebben gewoon niet voldoende aansluit bij de patiënten. Maar het komt ook omdat de patiënten niet heel hard op de deur kloppen en zeggen ik wil digitaal of deels digitaal geholpen worden. Dus nou, laat ik zeggen, ik ben het ook weer deels met jou eens. Wat fijn, wat kijk, fijn. Kijk, nee, kijk, gezellig. Maar de GGZ is al een heel stuk verder dan de somatiek. Je kan eigenlijk zeggen, de somatische zorg... Maar hoe komt dat dan? Het wordt niet betaald. Het wordt gewoon nee, maar waarom is het hun dan gelukt wel betaald te krijgen? Want dat zou maar ook een vraag gebruikt. Aan kunnen zijn. Ik heel eerlijk zeggen. Niet gebruikt. Wereldwijd, alle landen die voorop lopen met e-mental health, dus binnen de GGZ, die ervaren het probleem van daadwerkelijk gebruik. Dus nou, zelfs als het geïmplementeerd is, wordt het niet gebruikt. En niet dat ook dat is weer een systeemfalen, omdat de mensen in het systeem het niet doen. Ik zou zeggen, die instellingen die daar last van hebben, die moeten gaan werken met nieuwe, innovatieve toetreders. En dan gaat het gebruikt worden. He, want iedereen heeft er behoefte aan. Als ik kijk naar Xios, die hebben 3 miljoen Nederlanders in de GGZ die toegang hebben tot, in de eerste lijn tot GGZ-programma's, wordt goed gebruikt. Maar daar zitten we bovenop. Lisette van Gemert, want u bent van dat veelgebruik. We horen ook aan de andere kant helemaal zeggen, nou, we hebben een paar goede tools en nou blijven de gebruikers een beetje achter. Nee, dat klopt ook. En om terug te komen op één idee, een goed idee wordt altijd betaald. Dat is een hele andere discussie dan over opschaling. En wat namelijk aan de hand is, we hebben heel veel goede ideeën en heel veel wielen worden tegelijkertijd opnieuw uitgevonden, waardoor opschaling ook geremd wordt. Dat wil niet zeggen dat ideeën niet goed zijn, alleen ze zijn in zodanig geïsoleerd neergezet dat we eigenlijk niet kunnen komen tot een grotere volume van gebruik. Want er is wel gebruik, maar het volume is niet groot genoeg om het eigenlijk rendabel te maken. En waarom is dat zo? Omdat dus weer wet en regelgeving en een cultuurbeperking zit. En in Nederland is het toch te gek dat je e-consult hebt en dat er goedkoper is dan een gewoon face-to-face consult. Dat je daar de helft niet betaald krijgt. Dat is gewoon een cultuur die niet juist is. Oké, dus dat is een remmer. Ik ben het wel met je eens. En, volgens mij wordt het ook steeds beter gezien. Dat je, we hebben een heel mooi programma in Nederland dat Doen of Laten heet. Hè, dat je ook bepaalde dingen moet afschaffen, dat het ook weer geld oplevert. Binnen het NFU Citrine-programma hebben we 32 activiteiten waarvan een heleboel activiteiten niet halen waar ze zelf hadden moeten zijn. Ja. Dan krijgen ze geen geld meer. En dat geld gaat naar de initiatieven die wel goed draaien. Zodat je daarmee natuurlijk kunt opschalen. Want er gaat heel veel geld naar onzin. En daardoor is het ook wel zo dat er minder geld overblijft voor dingen die wel heel zinnig zijn. En wij overschatten inderdaad vaardigheden van mensen om die techniek te gebruiken.
En dan moet je goed onderzoeken wat daar dan voor nodig is om dat wel mogelijk te maken. Het lijkt mij mooi om de tweede vraag even te stellen. U heeft een aantal argumenten gehoord. Misschien heeft u hele andere argumenten waarom u het eens of oneens was met innovatie genoeg opscholing, Homa. Dus ik wil graag even zien wat uw argumenten zijn in de zaal, als u die zou willen intoetsen. Ja, dezelfde vraag weer, maar dan met de argument. Saboteren, kijk. Regelgeving. Nou, dat is niet zoveel, twee opmerkingen. Oh ja, nou. Goeie. Fragmentarisch zijn we ook al financiering. Complexiteit. Gebrek aan validatie. Tijd nodig. Hoe verleiden we? Schotting. Eerst even over die factor tijd, kom ik bij u. Want grote veranderingen in de samenleving... Ja, ik kijk naar u, sorry. Grote veranderingen in de samenleving hebben ook tijd nodig. Willen we misschien ook niet te hard? Gaat het best eigenlijk wel aardig met die stapsgewijze? En komt er op een dag ineens die versnelling? Vanochtend werd er gesproken over dat het dan altijd zo gaat. Het hockeystick-model, dat schijnt al 100 jaar oud te zijn. Oh, blok, dan gaat hij omhoog. Gaat dat gebeuren? Ja, maar hockeysticks veranderen ook. Nee, maar kijk, als je kijkt naar de tijd, dan zijn we al wel heel lang bezig. Het eerste e-consult idee was van 2005. We zitten nu in 2017 en er is niets veranderd. Dus wat dat betreft, heel veel innovaties gaan inderdaad geleidelijk en houden ergens op of zakken in of slagen. Maar heel veel dingen komen gewoon niet van de grond. We zitten nu al 12 jaar met een begrip als e-consult wat er nog steeds niet is. Dus dat is niet bloeien, dat is gewoon doven. En zit hem dat in het systeem? Zit hem dat, waar zit hem dat dan uiteindelijk in? Nou, er zit in, wat iemand net ook zei, zag ik, complexiteit. Er zijn natuurlijk heel veel factoren. Het is niet alleen maar een systeem of een financiering. Het is regelgeving, het is een cultuur. Ook heel veel zorgverleners zijn helemaal niet opgeleid om hiermee te werken met digitalisering. Dus het is een heel complexheid van factoren waarbij ook niet altijd even inzichtelijk is gebleken waar het hem nu in zit. Dat heeft ook te maken met gebrek aan bewijs. En dat heeft weer te maken met dat de methoden om dan die bewijs te krijgen ook niet erg deugdelijk waren. Maar we gaan wel sneller de laatste tijd. Helene Rieper, over gebrek aan bewijs. In jullie wereld komt er eigenlijk steeds meer bewijs dat het wel werkt, mag ik het zo zeggen? Simpel. Ja. En dat geeft ook een versnelling, hè? Dus dat bewijs is blijkbaar wel een belangrijke. Ja, zeg maar het wetenschappelijk onderzoek om de klinische effectiviteit aan te tonen. Dat is ontzettend belangrijk, maar is alleen geen garantie om het geïmplementeerd te krijgen. En zelfs niet de kosteneffectiviteit, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in de visie van Tony Vogel. Ik weet niet wie Tony is. Ja? Oh, dat is Tony. Ja. Want ik denk dat je helemaal gelijk hebt, maar misschien kan je dat eens toelichten. Als je een mooie app of een mooie ontwikkeling wegzet en dan is het techniek, dan moet je vooral op zoek gaan naar waar de weerstand zit. En als je dan zegt dat heel veel mensen het niet gebruiken, dan kan dat zijn omdat het niet gebruiksvriendelijk is, omdat het niet uitdaagt, omdat het geen meerwaarde voor de individuele patiënt is. Als je daar achter bent, dan kun je het uiteindelijk omdraaien. Ervaring bijvoorbeeld bij COPD-patiënten begeleiden. Als mensen in de hoogste klasse zitten en dus heel veel last hebben van COPD, vinden ze het ook prettig om begeleid te worden, omdat het hun alle minuut iets oplevert. Als je dat doet bij de lage geclasseerde klasse, met 1, 2, dan gaan ze het dus niet gebruiken. Want ze willen namelijk niet continu bezig zijn met hun ziekte. Dus dan is de trigger daar alleen inzetten, daar waar het echt nodig is. Ja. Als je maar verpleegkundigen zijn die niks met ICT hebben, dan zul je ze eerst ICT-minded moeten maken om uiteindelijk gewoon een nieuwe techniek. Dus het zit zowel aan de patiëntkant als aan de zorgverlenerkant. En vooral op zoek gaan naar de weerstand en die omdraaien. Nou, ik kan helemaal onderschrijven, als ik dat nog even mag relateren aan al het beschikbare onderzoek. Als wij dus kijken vanuit de GGZ dan, heb je misschien 400 klinische trials die al bewijzen dat een bepaalde behandeling voor depressie of angst effectief is.
400. Als ik nu kijk naar het aantal studies wat beschikbaar is om eigenlijk te onderzoeken wat willen patiënten of wat willen ze met e-mental health, dan zijn dat misschien wereldwijd 10 studies. Dus daar zit een ontzettende grote kennisleemte tussen wat wij zelfs als onderzoekers weten. En we weten heel weinig wat patiënten eigenlijk echt willen. Marlies, die vraag stel ik dan ook nog even aan jou. Want eigenlijk komt hier naar voren, we ontwikkelen heel veel vanuit een bepaald perspectief. En we nemen eigenlijk te weinig het perspectief van degene waar het uiteindelijk om gaat daarin mee. Onderschrijf je dat? Nou, dat is exact waar. En ik kan me ook helemaal vinden, met alleen een technologiepush gaat het nooit lukken. De technologie is, het wordt al vaak wel aangehaald, maar het moet geen doel op zich zijn. En je moet... of je kunt het gebruiken om iets voor elkaar te krijgen waarbij je met elkaar moet bedenken wat dat dan is. En dan moet je ook toetsen of het daartoe leidt. En dan pas kun je tot een goede inbedding in de zorg komen. En dan, natuurlijk heel veel apps en initiatieven zijn niet, hoeven niet per se aan een ziekenhuis of aan gekoppeld te worden. Als het een lifestyle iets is, prima. Maar wil je dat andere, ja, dan is dat de manier om het te doen. Ik kijk nog een keer rond naar u, of u dingen nog mist over de opschaling van de al dan niet briljante ideeën die wij met elkaar tot nu toe gevormd hebben. En de redenen waarom dat niet alsmaar lukt. Anders gaan wij naar een volgende stelling. En verschil in gezondheidsverwachting zult u ongetwijfeld weten. Dat is alleen maar toegenomen in de westerse samenleving en ook in Nederland is daar een groot verschil. Neemt die toe ondanks of dankzij de digitalisering? Mag u even over nadenken. Best lastig ook om even... Hè? Wat? Best lastig. Ja. Dus verschil in gezondheidsverwachting neemt alleen maar toe. Dankzij de digitalisering of ondanks de digitalisering? Ja, is een onduidelijke vraag. Ja, is best lastig volgens mij. Ja. Moeten we een antwoord geven op de vraag of de gezondheidsverwachting toeneemt? Of moeten we antwoord geven op de vraag, ondanks of dankzij? Het verschil neemt alleen maar toe. Dat is een feitelijkheid. Het verschil in gezondheidsverwachting, dus levensverwachting voor mensen lager, hoger opgeleid, is nog nooit zo groot geweest, zeg maar. En ook de jaren dat zij gezond zijn. Dan moeten we misschien even opnieuw. Mogen we hem opnieuw doen? Ja, maar gewoon, je kunt dus het gewoon het gaat wisselen. Er even om dat... ik vat hem even kort door de bocht samen. Universitair opgeleide mensen in Nederland worden momenteel 82 en zijn 4 jaar ziek. En mensen met VMBO worden 72 en zijn 18 jaar ziek. Dat is de feitelijkheid van landen als Nederland, Duitsland en dingen. En ik chargeer hem iets, maar dit is ongeveer wel waar we staan. Ondanks of dankzij digitalisering gaan we er wat aan doen? Dat is de vraag. En het is een hele lastige vraag, dat realiseer ik me ook. Het maken van de stelling is eenvoudiger. Hele lastige stelling, Leonard Witkamp. Daarom denk ik begin bij jou. Hè. Ja, natuurlijk. Als jij deze stelling ziet, dat verschil is er. En dat neemt toe. Dat neemt toe. Nou, dat is ondanks. En dat is absoluut niet dankzij. Want digitalisering, dat wordt steeds maar afgeschilderd als iets ingewikkelds. Maar digitalisering is juist, dat wordt steeds makkelijker. In het DOS-tijdperk, en het word perfect, was het best wel... moeilijk. Maar nu kunnen kinderen van 2 heel makkelijk de Apple-computer gebruiken. Hè? En we hebben of iedere willekeurige tablet. Dus ondanks is het, ja, we hebben de middelen om dat te verkleinen. Juist die digitalisering ook. Hè, om die zorg veel dichter bij die mensen te brengen. Om dat ook veel meer ook bij laaggeletterden en laaggemotiveerden te brengen. Maar we doen het niet. Ik kom bij de buurvrouw uit Twente. Ik spreek alleen nog maar ouders die lollig vertellen dat hun kind van 2 naar de tv liep om te swipen. Omdat ze dachten dat het een iPad had. Dat is al 9 miljoen keer voorgekomen in Nederland. Garandeert dat ook dat ze hier beter mee om kunnen gaan? Of is dit gewoon een nieuw automatisme zonder dat ze begrijpen wat ze doen? Nou, mensen kunnen er helemaal niet mee omgaan. Want dat bleek laatst ook wel uit onderzoek onder schoolkinderen. Waarbij... digitale vaardigheden ver achterblijven bij de verwachtingen daarover. Maar terug te komen op die gezondheidsverwachting, die neemt enorm toe. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de technologie daar ook bijna nauwelijks bereikt. Met andere woorden, we sluiten op dit moment meer mensen met een lagere sociale economische status uit dan we bedoeld hebben en dat ook de verwachting zou zijn. Met andere woorden, we hebben wel een soort digitale kloof nog steeds... daar is nog steeds sprake van en die lijkt zelfs toe te nemen. Dus u neigt een beetje naar dankzij? Ja,
We hebben een ondanks en een dankzij. Gaan we even het rijtje afmaken. Marlies, zit jij in de ondanks of in de dankzij groep? Ja, jij moet er nu even over nadenken natuurlijk. Een beetje in allebei. Ja, allebei. Nou, leg even uit dan. Een beetje in allebei, ja, vlees of vis. Ik denk, het is zo dat het toegankelijker wordt voor iedereen. Ik weet niet of mensen met minder begrip of minder vaardigheden die mogelijkheden net zo goed kunnen benutten als iemand die dat, die hoog opgeleid is. Ik denk, als je het goed kan benutten, dat je betere toegang tot de zorg hebt. Dat je wat makkelijker je afspraak kan maken of verzetten. Dat is natuurlijk wel waar we naartoe gaan. Dus ik denk dat de mogelijkheden, dat de toegang verbreed wordt. Maar ik geloof niet dat alleen door het verbreden van de toegang mensen er ook daadwerkelijk beter gebruik van kunnen maken. Dus we moeten hier niet te veel van verwachten, zegt u eigenlijk. Dit verandert het beeld niet zo. Nou, je zou mensen moeten scholen of ondersteunen in de vaardigheden die ze nodig hebben om daar goed mee om te gaan. Okay. En, ja. Ik denk dat we dat toch wel een beetje overschatten nog. Ik kom eerst even bij Helene Rieper. Want jullie hebben ervaring met relatief grote groepen. Zien jullie enig verschil of is daar enig onderzoek naar? Ja, er is onderzoek naar. Maar ik denk wat we nu weten, zegt het gebruik van digitale zorg wordt gedomineerd door hoogopgeleide vrouwen. Dus als je wereld kijkt, wie zijn eigenlijk de gebruikers van de apps of van de online interventies voor depressie of angst of zelfs voor problematisch alcoholgebruik. Dus ik denk dat we veel meer na moeten gaan denken, hoe kunnen we niet alleen mensen met een laag sociaal-economische status beter bereiken. En dat moet echt kunnen, want die zitten wel op Facebook en op Marktplaats. Dus het is niet zo dat ze digitaal zo dom zijn dat ze niet ergens hun weg kunnen vinden, maar het aanbod is gewoon niet aantrekkelijk genoeg. En ik denk, ik zie hier heel veel mannen in de zaal. Mannen, verenigt u, want u bent echt ondervertegenwoordigd, zowel in onderzoek naar de effectiviteit van digitale zorg als naar daadwerkelijk gebruik. Dus het is niet alleen een lage zes verhaal. Wij kunnen niet multitasken natuurlijk. Nee, daar komt dat door. Dus wij doen dat één voor één, moeten wij dat doen. Er zit wel een lichtpuntje in. Iedereen wil nu, maakt niet uit. Er zit wel één lichtpuntje in die, hè, we bereiken inderdaad alleen maar hoogopgeleide vrouwen, maar voornamelijk. Maar wat wel zo is, dat er een toename is te zien in het gebruik van gezondheidstechnologie bij ouderen. Maar het is juist die moeilijke, die kwetsbare groep is dus niet de ouderen, maar dat zijn groepen die we helemaal niet bereiken, die misschien juist jongeren ook het heel hard nodig hebben. En daar is het precies wat jij zegt, hè, de scholing, verwachting, maar die technologie is ook niet aantrekkelijk genoeg of niet adaptief genoeg dat het voor hen een zin heeft om het te benutten. Leonard Witkamp, jij begon heel optimistisch met ondanks. Ben je al een beetje dankzij overtuigd? Nee. Je hoort toch allerlei argumenten waaruit feitelijk blijkt dat het toch lastig is blijkbaar om de mensen te bereiken die, waar het misschien al wel net heel belangrijk voor zou kunnen zijn. Kijk, waarom ik er zo absoluut tegen die dankzij ben, is omdat het zo vaak gebruikt wordt als argument tegen digitalisering. Het heeft er gewoon niets mee te maken. Dat verschil, komt puur door eten, drinken, roken en niet bewegen. Dat is een sociaal punt. Dus dat heeft verder niks met digitalisering te maken. Nee, maar nou, leg eens even uit, buurvrouw. Want ik zou het bijna, maar volgens mij kan de hoogleraar het beter uitleggen aan de andere hoogleraar. Maar leg eens even uit waarom dat wel met elkaar te maken heeft. Nou, dat heeft wel met elkaar te maken. Dat is een heel mooi voorbeeld. Eten, drinken en niet bewegen. Nou, dan komen we met een geweldige hoeveelheid stappentellers. Die idiote stappentellers. Die niemand leuk vindt. En ook ik helemaal vind niet. Hartstikke leuk. Nee, maar die zo eenzijdig. Ik loop al de hele tijd op en neer om een beetje aan mijn. Nee, maar die heel eenzijdige. De vroegere activiteitstellers. Er is een hele grote groep is daar niet in geïnteresseerd. Maar ze zijn misschien wel in andere dingen geïnteresseerd. Waar die technologie weer niet op aansluit. Marlies. Je moet het ook een beetje aantrekkelijker en leuker maken. Ja, dat wil ik net zeggen. Ik ben dan hoogleraar Serious Gaming. Hè? Ik bedoel, ga lekker Pokémonnen, weet je. Dat, als je daar harder van gaat lopen. Of zorg dat mensen het op een leuke manier kunnen maar daarmee doen. Zeg je dus, we moeten in ieder geval helemaal weg bij die, wat Leonard zegt. Maar we moeten dan nog wel nadenken hoe we daar gaan komen. Nou, hoe verpak je het goed? Weet je? De gemiddelde gamer is ook een vrouw van 40 plus, nee, maar, weet niemand. Kijk, maar laten maar we het nou is wel zo. Het lijkt wel of ze meer tijd hebben. Laten we nou bij COPD alsjeblieft niet gaan denken over digitalisering, maar laten we gewoon gaan denken over
roken aanpakken. Gewoon serieus, ja, bedoel... Maar als dat nee, zou dat kunnen... Nee, dat werkt wel. Oh, het wordt nou nee. Als je een pakketje roken... Als je een pakje roken sigaretten twee keer zo duur maakt, gaat het aantal rokers 30% omlaag. Maar weet je wat wel helpt? Rustig jongens, één voor één, anders dan kunnen we niks meer horen in de zaal. Nou, Marlies, jij maar als eerste. Ja, maar ja, weet je, we zijn allemaal heel opvoedkundig bezig en zo, maar niemand vindt het leuk om onderwezen te worden. Weet je, zo'n foto op zo'n pakje helpt niet. E-learning is PDF. Dus we moeten de mensen gaan verleiden, zeg jij. Even stil nu, dokter. Even hier. Eens, hè? Ja. Heel mooi voorbeeld van bij COPD'ers, wat heel goed werkt. COPD'ers hebben vaak van die inhalers. Met waar ze dus medicatie moeten inhalen. Nou, dat blijkt dan dat het gebruik daarvan is dermate slecht dat ze de middelen die ze moeten benutten überhaupt niet binnenkrijgen. Wat is er nu gedaan? Om die inhalers worden wat aantrekkelijker gemaakt, zodat ze ook daadwerkelijk zien en feedback krijgen. Heb ik dat ding nou gebruikt zoals ik behoor te gebruiken? En als ik dat niet heb gedaan, krijg ik dan instructie. Nou, dat is nu net een project achter de rug. Dat werkt fantastisch. Helemaal niet ingewikkeld. Gewoon directe feedback op het moment dat het nodig was en mensen daar schrikken ineens van, ik doe daar blijkbaar mijn dingen niet goed als ze hem al gebruiken, want dat is weer een andere strategie die daarvoor nodig is. Dus we moeten... die gaat het weer doen. Dus we moeten veel meer aan het verleiden denken, manieren om mensen te verleiden. Ja. Kom ik nog één keer bij u, want bij u gaat het gebruik relatief de goede kant op. Mensen in een soms hele andere mood, kan ik me voorstellen. Geldt het verleiden daar ook, toegankelijkheid maken wat is jullie ervaring daar dan in? Nou, die sluit denk ik bij die van jou aan, en dat geldt eigenlijk ook voor de somatische zorg. Je wil graag dat mensen, als ze een effectieve therapie krijgen, ook therapietrouw zijn. En het liefst wil je ook nog meer preventief aan de slag gaan, dus het toepassen van meer gamification-achtige zeg maar, technieken om mensen te belonen voor goed gedrag. Ofwel direct of indirect. Ik denk dat daar een grote toekomst is. Maar ik denk ook dat de rol van je sociale netwerk niet vergeten moet worden. Dus zit niet alleen in die technologie. Kijk, 30 jaar geleden rookte misschien de helft of 70% van deze zaal. Nu misschien nog 30%. Dat is ook omdat als je nu zeg maar rookt eigenlijk een beetje buiten de boot valt. Dus de sociale normen in combinatie met de technologie. Ik denk dat je echt een multi-aanpak moet hebben. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik vind het ook heel leuk om... Nou, we hebben nu een promovendus op een project die de waarde van het sociale netwerk onderzoekt in het ondersteunen van mensen in gameverband. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, weet je. Want oma wil wel met kleindochter contact. Dat is de behoefte. En niet zozeer om een bepaalde oefening tien keer te doen. Maar als ze dat met die kleindochter kan doen, dan is dat haar beloning. Weet je, en op die manier moet je denk ik een beetje proberen te zoeken naar waarom mensen iets doen. En zijn wij die route pas net opgegaan met elkaar eigenlijk? Zijn we daar nog zoeken in? Of? Nou, die zijn we niet net opgegaan, maar die zijn we ingeslagen. Die gaat de goede kant uit. En wat we steeds meer achterkomen, dat het sociale netwerk, zeg maar, de omgeving waarin je werkt en woont, de hele context, zoals dat dan genoemd wordt, ongelooflijk belangrijk is om mensen te stimuleren. En vooral ook waar men steeds meer zicht op heeft. En dat heeft ook wel te maken dat die technologie natuurlijk ook steeds slimmer wordt. Van dat je mensen kunt bereiken op het juiste, op hun kwetsbare moment. En op het juiste moment waar ze op dat moment zijn. Dus echt die timing van een interventie en het moment wordt zo belangrijk. En vroeger konden we dat niet, maar nu kunnen we dat met technologie wel. En daarom denk ik dat we dan enorme sprongen gaan maken, doordat die technologie veel slimmer is geworden. We worden er eigenlijk steeds enthousiaster over met z'n allen. Ja. Merkt u dat? Het is een beetje somber begonnen, maar het wordt steeds... We gaan naar de laatste, want het is een hele positieve, of niet. Laatste stelling. Digitalisering is uiteindelijk het middel om ons naar een ander paradigma te helpen. Kijk eens aan, een hele zaal vol believers. Lekker. Nou, nog even wachten. Ah, daar komen ze. Ja. Gelukkig. Nou, 80-20 zullen we zeggen. Nou wil ik meteen even horen waarom mensen dat ook zo vinden. Dus 70-30 komen op uit. Wat is uw belangrijkste argument waarom het wel of niet het middel is? Ah,
even tijd voor nodig om de argumenten te verzamelen, zo te zien. Daar gaan ze komen. Toegankelijkheid. Grenzeloze mogelijkheden. Het middel is ook een vraag. Niet het middel, maar een middel. Kan nooit enige middel zijn. Dus dat is vooral, zit er vooral op het woordje het. Niet geaccepteerd wordt. Ja. Niet aan te ontkomen dat de gebruiker het wil. Ja. Mogelijkheden zijn groter dan van welk ander middel nu beschikbaar. Ik kom eens even bij het panel. Marlies, ik begin eens even met jou. Moeten we eigenlijk naar een ander paradigma? En zo ja, snap jij die 80-20 verhouding? Ja, want dit zijn natuurlijk allemaal believers die hier zitten. Anders kom je niet naar zo'n congres, denk ik. Maar het klinkt wel een beetje, digitalisering is het middel om ons naar een andere wereld te helpen. Ja, we gaan sowieso naar een andere wereld met de tijd. En technologie versnelt enorm in tijd. Dus het is gewoon een gegeven dat gaat gebeuren. Maar wat is dat andere paradigma? We hebben dat een beetje opgeschreven alsof we dat met elkaar algemeen al eens zijn. Hoe vat jij dat samen? Ja, een ander paradigma. Ik kan dat niet samenvatten, omdat het gewoon de wereld van morgen is niet de wereld van vandaag. En het is een beetje een zin zonder inhoud, vind ik. Okay. Als ik eerlijk ben. Nou, dat is mooi. Dan ga ik even naar jouw buurman. Vind je dit ook een zin zonder inhoud? Of denk je, nee, dat paradigma, dat wil ik wel even toelichten? Nou ja, als je het kan zo, als je bijvoorbeeld het verdwijnen van de beurs van Berlage naar digitaal, van alle banken in de straat naar digitaal als een paradigma ziet, dan denk ik zeker dat dit in de zorg ook gaat gebeuren. En dat gewoon in 2030 het ziekenhuis als gebouw niet meer bestaat. Maar als ik zeg, ik bedoel bij paradigma ook dat de cliënt, de persoon, de burger meer mee in de regie komt als ander paradigma. En dat technologie daar een hulpmiddel bij is. Vertaal ik het dan ook goed? Nee, dan vertaal je het ook goed. Want aan de ene kant is het natuurlijk dat je met digitalisering alle routinematige zorg gewoon tijd en plaats onafhankelijk kunt aanbieden. Maar dat je met artificial intelligence en deep mining technieken gewoon de burger veel mondiger kan maken. En dat je daadwerkelijk de burger zo kunt informeren dat hij ook in staat is om gefundeerde keuzes te maken. Iets wat op dit moment niet gebeurt. En dat is echt een paradigm shift. Helene Ripper, jullie hebben er ervaring mee. Merken jullie ook dat in die hele e-health-achtige ontwikkeling bij jullie daadwerkelijk ook een soort paradigma shift gaande is? Ja, ik denk wel heel specifiek een paradigma shift op het gebied van de zorg. En we zien allemaal een traditie al, of een transitie van de specialistische naar de eerste lijn naar thuis, waar Leonard ook aan refereert. Tegelijkertijd zie je ook dat je sociale netwerk in het verlenen van de zorg of de buurt steeds belangrijker wordt om die zorg toch ook betaalbaar en toegankelijk te houden. En ik denk dat de digitale netwerken en het vinden van de juiste man of de juiste plek of de juiste informatie middels digitalisering daar een hele belangrijke randvoorwaarde voor biedt. En wij zien echt alternatieve vormen van maatjes, projecten, van advies bieden die binnen de GGZ aan het ontstaan zijn dankzij die digitalisering. Okay, dus u onderschrijft in dat opzicht volledig. Ja. Ik ga van u naar. Want u zei net, die toegankelijkheid en als we zien wie het gebruiken, wat moet daar dan gebeuren als we zeggen die paradigma shift gaat plaatsvinden, maar die moeten we dan veel meer kunnen verbreden, zeg maar. Wat zou er wat u betreft misschien niet in de zorg, maar maatschappelijk breed moeten gebeuren? Nou, eerst plaats niet zozeer verbreden, maar zichtbaar maken. Wat het voordeel van digitalisering, in ieder geval van technologie, is dat je boven tafel brengt en zichtbaar maakt wat je anders niet weet. Wij weten bijvoorbeeld nu wie de gebruikers van technologie zijn. Met de huidige methodologieën weten we precies van die groepen gebruiken het wel en die groepen gebruiken dat niet. We zien dat bijvoorbeeld burgers veel meer met technologie doen dan ze voor eerst deden. En we zien ook wat ze ermee doen. Met andere woorden, we zien ook dat daar veranderingen in komen. Dus wat het mooie van technologie is dat je dus zichtbaar kan maken via data wat er gebeurt, wat mensen doen. En dat zie je dus ook dat er veranderingen zijn. De patiënt komt nu inderdaad in de spreekkamer bij Marlies of bij wie dan ook van mijn horloge zegt dat ik ziek ben.
bedoel, maar ja. Ik kom even terug naar die voorstelling, ja. Waarbij u zei, ja, maar we zien wel een bepaald deel van de mensen die dat heel goed gebruikt en een deel niet. Ja. En dan denk ik, als we nou echt naar een paradigma shift willen en de mensen willen bereiken die we allemaal willen bereiken, dan moet er nog wel wat anders gebeuren. Ja, dat betekent dat die technologie, we in ieder geval hebben net eerder ook over gehad, wat toegankelijker en verleidelijker en meer aangepast moet worden dan dat nu is. En dat kan. De huidige middelen technologie is niet meer een ding. Dat zit gewoon in je kleding, overal. Maar het is ook geen vak op school. Terwijl wij allemaal wel mopperen over of ze met de D of de T schrijven. Daar hebben we het nog steeds over. Ja, wat volgens mij niet zo belangrijk meer is. Maar dat andere, dat weten ze ja, niet. Ja, dat is die cultuurverandering. En dat begint op school. Dat begint ook in de medische en in de zorgopleidingen. Waar nog steeds een handen aan bed cultuur is. Terwijl je nu denkt, ja, handen aan bed. Maar de handen aan de technologie, waar zitten die dan in de opleiding? Marlies, kijk even naar jou. In de opleiding, altijd een lekker woord. Hè? Komt dit wel steeds meer naar voren in de opleiding? Of zijn we nog een beetje oldschool aan het opleiden en komt dit er zo langzamerhand een beetje bij, fiets? Nou, op dit moment is het zo dat digitale middelen worden ingezet in de opleiding zelf. Hè? Dus dan krijg je van die termen als flipping the classroom en dat ze thuis college kunnen volgen via een videokanaal. Dus technologie wordt gebruikt in de opleiding om het volgen van de opleiding te faciliteren. Maar het is niet zo dat mensen in de zorg nu les krijgen in technologie in de zorg. Of sterker nog, kunnen participeren in het leren coderen of wat dan ook. En dat uitsprekende, denk je dan, daar moeten we misschien wel iets mee? Of nou, gaat dat vanzelf? Je ziet wel dat er interesse voor is. Er komen wel een paar keuzevakken. Hè. Bij ons zie je bijvoorbeeld de medische informatiekunde zich heel sterk maakt om mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Die kunnen een track e-health volgen. Maar dat is meer kennis nemen van dan echt actief aan de knoppen gaan zitten. En ja, wat mij betreft zou het mooi zijn als er wat meer interactie zou zijn tussen opleidingen die designers voortbrengen of gamers of ICT'ers. Je hoeft niet per se dat te worden, maar je moet elkaars taal kunnen begrijpen. En dat ontbreekt nog wel een beetje in de zorg. Ik kijk eens even rond. Wie u er zijn of haar standpunt wil toelichten, iets wil vragen, opmerken, toevoegen. Anders ja, hadden we nog... hier, Sorry, ja, kom mee. Het is zo dat digitalisering ook democratisering is. En nu is het nog vaak dat de zorg zorgt voor. En het eigenlijk zou zorg moeten zijn dat het zorgt dat de patiënt dingen kunnen doen. Op het moment dat de patiënt beter in staat is om zijn eigen regie te voeren, veel beter geïnformeerd wordt over zijn eigen gezondheid, gaat hij ook iets anders eisen van de gezondheid. Meneer Witkamp heb ik juist in de presentatie gezegd, die heeft het dan inderdaad over het feit dat op het moment dat je dat dus doet, dat uiteindelijk gewoon de patiënt iets anders doet. Vroeger had je allerlei dingen, als je een reisje moest boeken, duurde het gewoon ontzettend lang voordat je dat voor elkaar doet. Dat doen we nu met een druk op de knoppen, we hebben de reis geboekt. In de zorg gaan we nog steeds naar een ziekenhuis toe, daar zitten we lang in de wachtkamer. En uiteindelijk zou je met een digitale oplossing zou je binnen 10 minuten een antwoord kunnen krijgen op je vraag. Je ziet al steeds meer ontwikkeling. En op het moment dat dat gebeurt, dan is de patiënt aan zet en die gaat dus niet meer accepteren de manier zoals we nu met elkaar de zorg in Nederland geregeld hebben. En dan heb je dus pas een paradigmaschift. Ja. Ik zie alleen maar instemmend geknikt. We hebben nog één open vraag, hè, aan iedereen. Die gaan we nu aan u stellen. Want hoe mobiliseer je burger? Na zo'n uurtje... Ja, burger en zorg. Hoe mobiliseren we elkaar is dit vooral. Hè? Hoe gaan we nou zorgen dat het alles waar we het een beetje somber over gehad hebben, dat het allemaal zo briljant is, maar nog niet helemaal weer lukken. Hoe gaan we nou met elkaar ervoor zorgen? Wat is nou het belangrijkste erin? Samenwerking. Leuk. Voorbeelden, creativiteit, samenwerking, eenvoud. Spiegelen naar elkaars leefwereld. Ja, maakt nuttig leuk. Slimme voorbeelden delen, leren van elkaar, co-creatie. Ja, veel van dat soort antwoorden. Ik ga nu toch even hoopvol naar het panel kijken. Dit is allemaal waar wat hier gezegd wordt waarschijnlijk. En ook allemaal oprecht. Maar hoe gaan we het voor elkaar krijgen? Want ik ben dol op dat we hier volgend jaar elkaar weer zien rond deze tijd natuurlijk om te praten waarom het nog niet voldoende gelukt is. Ik moet ook aan mijn werk denken. Maar stel maar voor dat het wel allemaal helemaal gaat lukken. Ik begin eens even in de psychiatrie op de hoek. Wat is de stap waarvan we zeggen hoe krijgen we dat dan nog met elkaar, met z'n allen zonder te wijzen naar een ander. Hoe gaan we die versnelling met elkaar krijgen?
Nou ja, ik denk, wij begonnen eigenlijk dit gesprek, of de voorbereiding van dit gesprek, van we moeten de menselijke maat weer terugbrengen. Hè, dat voor. En ik denk dat daar wel eens de kruk zou kunnen liggen, want we zijn een eind op weg met die digitalisering. We hebben ook soms last van digitalisering, omdat hulpverleners heel veel moeten administreren en eigenlijk te weinig die handen aan dat bed kunnen of thuis kunnen bieden. Dus ik denk als we meer naar die zorg gaan kijken vanuit de menselijke maat en hoe je weer present kan zijn binnen de zorg en dat wat je digitaal kunt doen, doe je digitaal, maar wat dat menselijke contact nodig heeft, dat doe je bijvoorbeeld face-to-face. Maar ik denk dat een hele grote push vanuit de burger of patiënten zelf moet komen. Dus je kunt niet de wereld veranderen. Soms voel ik dat wij een soort padvinders zijn die de patiënt bij de hand nemen en naar de overkant willen brengen zonder dat die patiënt nog niet wil. En of dat nou gebrek aan kennis is of bewustzijn, maar ik denk dat we een soort multistrategie moeten toepassen. Maar wel vanuit dat idee, we willen de zorg beter maken. We hebben een hoog niveau van zorg in Nederland en we willen dat ook graag zo houden. Zegt u daar ook mee van, we moeten misschien ook dus doorgaan op de ingeslagen weg. Maar misschien proef ik ook ietsjes van geduld bij u. Van we moeten ook wachten of die patiënt wil oversteken. Dat wel, maar ons geduld moet eigenlijk wel op zijn. Want we zijn 20 jaar bezig met proberen die zorg te digitaliseren. Normaal staat er iets van 20 jaar voor het implementeren van een innovatie. En wij dachten, nou, dat gaat ontzettend snel. Maar het gaat eigenlijk langzamer dan we verwacht hadden. Marlies, jouw buurvrouw horende, al die argumenten ziende. Gaat het automatisch? Moeten we wat doen? Moet jij wat doen? Moeten anderen wat doen? Wie moet wat doen? We moeten met elkaar wat doen. En mensen vragen mij wel eens van waar staat die E dan voor, hè, in e-health? En dan denk ik dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Je moet aantonen dat iets werkt. Hè. Dus je moet evidence verzamelen, op wat voor manier dan ook. En het moet enabling zijn. Hè. Dus de patiënt moet er voordeel van hebben, de professional moet er voordeel van hebben. En hoe je voordeel dan uitlegt, kan op heel veel verschillende manieren. Voor mij geldt dat ik gewoon meer tijd kwijt wil zijn waar ik voor opgeleid ben. Hè, om met die patiënt iets te doen. En minder tijd aan al die admin en dergelijke. Ja, daar zit voor mij en dus in mijn contact met de patiënt ook voor de patiënt winst. Maar kun je daar zelf een duw aan geven, denk je? Of ja, ben je daarin afhankelijk van wat er om je heen gebeurt? Nee hoor, nee. En dat scheelt, voor mij scheelt het wel omdat ik mijn dossier voor VUMC en de AMC mag doen. Dus dat betekent dat wij nu heel erg inzetten op het snel mogelijk maken van videoconferencing met AMC, VUMC. Dat wij het digitaal portaal meer inhoud geven. Dat, ja. Dus je stuurt er zelf ook mee. Ja. En uiteindelijk moet die aan. En dat gaat mij natuurlijk ook niet snel genoeg. Okay. Maar ik begrijp wel een aantal redenen waarom dat niet zo is. Oké. Okay. Leonard, wat moet er gebeuren? Want je hebt daar uitgesproken ideeën soms over. Nou ja, ik denk dat we moeten stoppen met systeemdenken. En stoppen met anderen en het systeem de schuld geven. Ik denk dat uiteindelijk is, we gewoon beginnen bij jezelf. Kijken van, hoe krijgt mijn dochter de beste zorg? Hoe krijg ik de beste zorg? Hoe krijgt mijn moeder de beste zorg? En waar zie ik waar het nu niet goed gaat? En ga daar brieven over schrijven. Ga gewoon klagen als in een restaurant. Dan moet je ook klagen als het eten niet lekker is. Dus ga klagen als het niet goed is. En geef complimentjes daar waar het goed is. Ga naar je zorgverzekeraar toe en zeg tegen die zorgverzekeraar, wat doet u aan innovatie? Dus begin gewoon bij jezelf. En kijk in de wereld om je heen waarvan je denkt waar het gewoon beter kan. En verbaas je met name hoe absurd het af en toe nu geregeld is. Hoe we nog steeds in dat oude paradigma zitten. Ik ga naar je buurvrouw, Lisette. De opstand van Witkamp hebben we hier op 23 november georganiseerd in Utrecht 2017. Sluit u zich daarbij aan of moeten we hele andere dingen? Nee, maar het gaat verder. Ik denk dat als ik dan kijk naar de achterban die ik vertegenwoordig zijn bij de Technische Universiteit, dan gaan we toch wel vooral zetten we in op slimme, simpele technologie. Maar vooral ook op hoe je beloningsstructuren kunt bedenken. Die zeg maar, wat Marlies ook zei, we moeten er voordeel van hebben. Maar ook in de opleiding, het leuke van de duw die ik zou kunnen geven, zeg maar de achterban die ik vertegenwoordig, is dat we vanuit sociale wetenschap op een technische universiteit gezamenlijk aan het kijken zijn van met patiënten,
En met zorgverleners van hoe kunnen we in, ja dat heet dan tegenwoordig co-creatie, maar hoe kunnen we samen kijken van hoe we een nieuwe zet kunnen geven aan technologie die gewoon ook niet stoort, die simpel is en die ook dicht bij je zit en die veel genereert in data die ook bruikbaar is. En daar zijn we aan het werken, we doen dat in de opleidingen. We hebben ook een online cursus gemaakt die voor iedereen gratis beschikbaar is, die ongelooflijk goed bezorgd wordt. Dus we proberen op allerlei manieren over het voetlicht te krijgen wat goed gaat, maar ook accent leggen op wat niet goed gaat en dat ook illustreren. En dus dat ook gaan we de komende tijd doen. Maar wel dus ook vooral vanuit jezelf. Hoe kunnen jullie, wij, en ieder zelf bijdragen om dit proces te versnellen? Ja. Dat is de belangrijkste. Ik kijk nog één keer rond. Ik kom bij u, ja. Leuk, gaan brief schrijven. Dag, Ben Tichelaar heeft 20 jaar geleden een boekje geschreven, Dromen durven doen. Ik denk dat we heel lang zijn blijven dromen. Dat we nu misschien in het aspect durven zitten. Als het gaat om de zorg aanbieden, zou ik misschien een klein advies hierin hebben. Inventariseer nou eens welke apps, welke digitale platformen er zijn die jou specifiek aan te bieden zorg complementeren of die een rol daarin zouden kunnen spelen. Als je die allemaal in beeld hebt, of je dan doet vanuit een samenwerksverband of een overkoepelende organisatie waar je onder valt, dan kun je gaan bepalen met elkaar, dat zijn de apps, dat zijn de digitale toepassingen die voor mij van belang zijn richting mijn patiënt. En dan denk ik dat het een kwestie van doen is. Durf het dan ook daadwerkelijk richting je patiënt aan te bieden. Neem het op in je, vanaf je diagnostiek of iets dergelijks, maar neem het op in je communicatie richting de patiënt. En Monique naast mij zei nog, durf het ook eens in behandelrichtlijnen op te nemen. Dat zijn stappen maken. Ja. Ik kijk nog even naar de dokters. Jullie moeten aan de slag apps gaan selecteren. Jullie kijken mij zo aan. Dat is niet mijn opdracht, dat is zijn opdracht. De gebruikers moeten dat doen. De gebruikers, ja. Maar in de zorgstandaard of in de klinische richtlijnen worden al een aantal apps en andere interventies op, tenminste binnen de GGZ. Oké. Ik kijk nog een keer rond. Dan ga ik jullie danken, maar ik ga je nog één vraag stellen. Want mensen weten altijd heel goed wat Den Haag zou moeten doen. Dus we hebben al 3 ministers zo'n beetje van gezondheidszorg. 1 van, 1 voor en de staatssecretaris van en voor. Jullie zijn het nu ook even een halve minuut. Je wordt morgen toch minister in Rutte 4 of zo. Of in noem een ander kabinet. Je mag 1 maatregel nemen. Hoeft niet eens met mobile healthcare te maken. Een maatregel om de gezondheidszorg. Wat zou de belangrijkste maatregel zijn die je zou nemen om te zeggen, ik ga de gezondheidszorg vooruit helpen? Ik zou een deel van de regelgeving afschaffen. En veel meer ruimte geven om de innovaties die we al hebben binnen bepaalde bandbreedte ook daadwerkelijk toe te passen. Helder. En ik zie veel geknik in de zaal. Mag ik ook 1 vraag nog stellen? Ja? Voor als je straks afloopt. Ik ben heel erg nieuwsgierig wie de banaan is. Ja, want ik ook. Ja. Nou, wij wachten tot iedereen de zaal uitgaat en vragen of de banaan dan alleen achterblijft. Of de banaan zich kenbaar wil maken. Ja. Gaan wij zo nog even vragen. Marlies, als je 1 ding zou mogen zeggen, dat is nou echt mijn passie. Bam, daar zou ik wat op willen doen. Nou, ik denk dat het wel goed zou zijn als er wat meer verantwoording ook bij mensen zelf komt te liggen. En mensen zeggen heel graag van wij willen de regie. Betekent ook dat je een stukje verantwoording daarin moet nemen. En dat vind ik wel, dat kun je op allerlei manieren invullen, maar dat vind ik wel een belangrijke boodschap. Leonard. Even terugkomend op Banaan, die zat natuurlijk over die brief, dat vond ik helemaal terecht. Dus ik zou zeggen, dat bedoel ik nou, spreek elkaar aan en ja, precies. Hartstikke mooi was die. Ja, nee. Dus spreek ook aan. Wat ik zou doen als minister, 1 miljard extra, puur voor, hè, boven die 92 miljard, dat is ongeveer 1%, puur voor innovatieve zorg, intelligent internet, die leidt tot snelle, betere zorg, dicht bij de patiënt tegen lagere kosten. Oké, dus jij zou 1 miljoen lospeuteren bij de collega in, op vrijdagmiddag. Wat zeg je? Jij zou 1 miljard lospeuteren bij de collega op vrijdagmiddag. En anders zou ik, en tweede zou ik roken. Werkt die meneer bij jou? Zou je, wat zou je met roken? Zou je zelf een job tegen? Apart, apart tegen roken, een groot beleid. Dat zijn mijn 2 dus dingen. Dus verantwoording bij de burgers, maar wel roken mag niet, is duidelijk. Dat miljard hoef je niet extra uit te geven. In de curatieve zorg wordt ongeveer 50% van onze acties niet onderbouwd. Ja, maar als je daar nou eens iets aan gaat doen. Dat, en dat kunnen we. Nee, dat maar kunnen dat we. We kunnen er zo 20% afhalen. Dat hoor ik al 10 jaar, maar het gebeurt niet. Dus, nee, maar meneer zegt eigenlijk, ik heb 10 miljard voor je. Dus een beetje dankbaar zijn. Nee, maar je weet nu, nou een beetje dankbaar zijn gewoon. Meer accijns op roken en dat zetten op digitale innovatie. Dankjewel. Onzinnige zorg.
Lisette van Gebert, je wordt geen minister van Volksgezondheid, maar je mag wel één advies uitbrengen aan de minister van VWS. Wat zou nou, je doen? Ik zou eerst beginnen met preventie te belonen en 150 miljoen per jaar te investeren, die ook nu bedoeld is. En uit de Nederlandse wetenschapsagenda, de taskforce over preventie, ook geuit is en een pleidooi is van meer geld naar preventie. En tegelijkertijd zou ik ook meer geld willen investeren in arena's voor experimenten. Dus geen zorgverzekeraars meer, maar kijken op een andere manier de zorg kunnen betalen. Dus gewoon ook echt het lef hebben om te experimenteren. Ik wil jullie danken. Ja, ze gaan nou applaudisseren. Ik wil jullie allemaal danken voor jullie adviezen en alle kennis die jullie met ons hebben willen delen. En ik hoop dat het voor u een beetje heeft opgeleverd waarvoor u daar het hoogleraar debat kwam. Dank jullie wel en een mooie dag verder. 2:15 gaan we hier weer verder. Dank jullie wel.